gezicht. Nee, dan hoef je niet meer. Kijk, je hebt altijd zo'n smile op je gezicht. Ja, daar word ik zo misselijk van. Ik ben niet haatdragend. En daar wordt Erik... Je bent niet haatdragend. Nee, totaal niet. Nee, je bent het tegenovergestelde. Ja. Laten we daar even over hebben. Ik voel me eerlijk gezegd belazerd. Peerslink. Ja. Ik ben verdrietig. Ik kan maanden niet slapen. Het is iedere keer een stap over de grens heen. Hier valt niet mee te praten met dat varken. Echt waar, het houdt niet op. Dan laat ik mij niet afpakken door zo'n snotneus hiernaast. Vandaag ga ik terug naar toch wel twee spraakmakende zaken die we hebben gehad het afgelopen seizoen. De ene zaak is een uit de hand gelopen burenruzie over een schutting in Krommenie. En de andere een erfgrenskwestie in Overdinkel. In dit prachtige dorpje Overdinkel woont de familie Leuvrink met heel veel plezier. Ze hebben echt een gigantische villa met een riante tuin met zwembad. Nou ja, eigenlijk is alles pais en vree. Totdat de buren, de familie Mazeland, een carport tegen hun huis aanbouwt. Nou, dit is eigenlijk het hele probleem. Hier is ermee begonnen. De buurman zette op een gegeven moment daar een schutting neer. Toen hebben we gezegd, ja, je mag er rustig een schutting neerzetten, maar je moet wel van onze muur afblijven. Ik kan niet meer bij mijn dak gooien. Ik kan mijn muren niet meer schoon laten maken. Ik kan niet meer bij mijn dak gooien. Ik kan nergens meer bij, want er komt ook nog een carport voor te staan. Je kunt niks meer reinigen. Het is, het zit dicht. De buren kunnen nu niet bij de muur. Dat is een fout wat ze in het verleden hebben gemaakt, zeg maar, bij het bouwen van een woonhuis. Een woonhuis wat je vrijstaand wil maken, moet je niet op de erfscheiding zetten. Dus dan hadden ze eigenlijk een meter of twee meter meer van de erfscheiding moeten zijn. Dan hadden ze altijd ten alle tijde bij hun muur kunnen en ook bij de goot. Twee, drie keer per jaar ging ik met het emmertje om het huis. Maakte ik de muren schoon, ik had een bezem bij me. Ik vroeg altijd, mag ik even bij jullie over de grond? Ik maakte de goten schoon, ik ging alles reinigen, ik maakte de muren schoon. En dat kan nu allemaal niet meer. En dan heb ik waardevermindering van mijn huis als ik het ooit in de toekomst ga verkopen. Dat is mijn grootste probleem. De familie Leuvrink is echt ten einde raad, want zij vinden dat de buren hen enorm aan het pesten zijn. Maar de buren op hun beurt, de familie Mazeland, die zijn het helemaal zat. Ze willen duidelijkheid, dus zij vragen dat meester Reed de erfgrens van voor naar achter helemaal nameet. Nu zij deze situatie gecreëerd hebben, willen wij nu gewoon graag voor de toekomst ook de volledige erfscheiding bepaald hebben, zodat wij verder geen problemen meer hebben. De buren hebben een dakraam. En dat raam staat regelmatig open en ze kijken eigenlijk precies bij ons hier achter thuis. En ik wil graag dat dat geblindeerd wordt. Het uitzicht wat ik heb is een rieten dak. En ik zie helemaal geen mensen. Ja, dan moet ik helemaal misschien op een stoel staan of zo. Om bij hun in de tuin te kijken. En dit is een scheidingsmuur. En deze overstek is van hem. Dit riet van deze schuur, die staat dus over de scheiding van mijn grond. Ongeveer een centimeter of 30, 40 staat die eroverheen. En dat wil ik dus niet. Wij willen nu deze punten allemaal vastgelegd hebben, omdat deze mensen in het verleden al heel veel in de buurt al dingen hebben gedaan, zeg maar, qua juridische dingen. En daarom willen we nu ook alles vastgelegd hebben, zodat ze nooit meer naar onze kant één vingertje kunnen wijzen, zodat we gewoon kunnen genieten van onze eigen woning, onze eigen kavel. Het gaat me niet om één vierde meter meer of minder. Het gaat me gewoon om wat het nu is, is het. Als hij het moeilijk gaat doen, dan... Als hij het moeilijk gaat doen, dan kan hij dat allemaal aanspreken. Ja. Dan wil ik dat gewoon weg hebben. Alles. Binnen, weg. WC mag gewoon naar 8 meters. En wat we hier neer hebben gezet, daar zijn we trots op. En dan laat ik mij niet afpakken door zo'n snotneus hiernaast. Tijdens het locatiebezoek gaat het er echt heftig aan toe als blijkt dat de familie Leuvrink hun woning over de erfgrens heeft gebouwd. Ja, en de woede van meneer Leuvrink richt zich heel erg op de familie Mazeland. Nou moet jij niet meer mee beginnen te zeuren over 3 jaar dat je hier woont. De grote jongen uit Hangval, nee. Dat moet eraf en dit moet eraf. Daar gaat niks af. Ik ben bij u geweest en toen heb ik een tekening willen laten zien van de erfgrens. Ja, wil ik bij daar, daar heb ik nog wat over de tekening. De erfgrens willen we graag vast laten leggen, zodat de verjaring niet mogelijk is dat eventueel de einde van de goot
naar beneden ingetrokken kan worden, dat die grond in familie wordt na 20 jaar. Dus prachtig, maar dan moet je niet na 3 jaar doen. Jij hebt het zo gekocht zoals het er nou staat. Jij kunt mij één keer in mijn leven uitdagen, maar doe dat dan nooit weer. Jij blijft van ons hardwerkend, en wij hier volgende jaar, dan blijf jij met de poorten af. Dat kan ik jou nou wel in op een briefje vertellen. Ja. Maar wat jij doet, jij hangt hier een beetje de grote meneer uit. Helemaal. Jij bent een kinderachtig ventje. En de uitspraak van meester Riet was heel erg helder. De muur moet afgebroken worden. U moet het dak van uw schuur inkorten totdat het niet meer over de erfgrens van Leuverink heen steekt. En dan de grote kwestie. De oversteek van het dak van Leuverink. Uw dak steekt 87 centimeter over de erfgrens van Maasland heen. Ik ben mij ervan bewust dat dit een kostbare klus wordt, maar dat maakt mijn oordeel niet anders. Het dak moet worden ingekort tot de buitenmuur. Dat is mijn uitspraak en zo zit het. Kijk, dit is hem dus. Deze muur moet dus 12 centimeter die kant op. Nou ja, die dakgoot, dat was bijna een meter. En dit is dus die dak, de carport. Ik zie het hier helemaal tegenaan. Wat een ingreep. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Leuverink. Ja, daar zijn we dan. Hoe gaat het met u? Uitstekend. Uitstekend? Ja. Wat een prachtig huis. Dank je wel. En wat een prachtig uitzicht ook. Ja, dat vind ik mooi. Maar nou weer even terug naar de situatie, want wij vonden dit een pittige uitspraak. Dat ging namelijk over tienduizenden euro's. Klopt. Maar u toepte nog een keertje over. Ja, zo af en toe mooi poker spelen. Door te zeggen van ik breek het hele huis af. Ja. Ja, meester Riet heeft stevig een uitspraak gedaan. En dat zal bij u hard aankomen. Ja, maar wat moet, dat moet. Daar hebben we voor gekozen. U heeft er al ideeën over? Ja, maar het hele dak gaat eraf. Het dak gaat eraf? Ja, het gaat er helemaal af. Ik woon een hele andere woning. Een hele andere woning? Ja. U gaat uw hele woning afbreken? Ja, die wordt afgebroken en dan gaat die precies op de scheidingslijn. U gaat uw hele woning afbreken? Ja. Wij hadden het over tienduizenden euro's, maar dit gaat... We hebben het over tonnen. Dat is dan pech, want je leeft maar één keer. Je leeft maar één keer. Wat u zei tijdens de uitzending was van... Ja, wij hebben hier ons hele leven hard voor gewerkt. Nou ja, kijk. En dat laten we ons niet afnemen. Nee. Maar dat gaat vandaag natuurlijk wel gebeuren. Ja, nou, helaas. Nou, dat kleine stukje. Daar word dat ik niet anders mee hebben, hoor. Maar wat doet het met u? Niks. Dat geloof ik niet. Nee, helemaal niks. Daar geloof ik helemaal niks van. Hij zei eisen, ik mee eisen. En dan wordt van de week wordt dat opgelost. En dan is het over klaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hi. Hoe is het? Ja, goed. Beetje zenuwachtig? Klein beetje. Ja, ik zie het aan je. Oh, wat wonen jullie toch mooi, zeg. Oh, de zwemvijver. Hebben jullie er al veel in gezwommen? Nog niet. Nog niet? Hoe beïnvloedt het jullie woongenot hier? Want dat lijkt me heel vervelend als je hier woont. En in, je het weet dat... ik, in het begin had ik er heel veel last van. In wat voor zich? Wat voor of last van... vond ik het gewoon lastig, want ik moet er wel elke dag langs. En nu denk ik van, weet je, als ik ze zie, steekt haar hand op, ik zeg hallo... Maar hij zegt, hij kan nog niet eens de hand opsteken naar de kinderen. Ik hoor jullie heel duidelijk zeggen van ja, we hebben zoveel al gedoe gehad. We willen het nu. Wat voor gedoe heb jij gehad duidelijk met hebben? Ons? Helemaal niks. Daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Ja, dan wil ik dat wel eens weten. En wat heb ik nog meer in de buurt van gerechtelijke gezaken gehad? Met niemand. Daar hebben wij toch van. Alleen die arrogantie van jullie, dat staat bij je sowieso niet aan van jou. Ja, het zal wel. Nee? Nee, ik ben bij jullie geweest met een tekening om destijds... Je bent wel vaker bij me geweest. Ja, zeker. Nee, maar je moet eens leren overleggen met andere mensen. En niet alleen maar zeggen van ikke. Wat mij ook opviel tijdens de uitzending is dat er best wel heftige dingen werden gezegd. Ook over jullie. Daar hadden onze schouders voor op. Weet je, op een gegeven moment houdt het op. Ja, en dat zie ik ook wel een beetje bij jullie. Hè? Jullie hebben een soort van muurtje zo van, nou, het raakt ons niet. Of, nee, tot zover en dan is het ook klaar. Goedemorgen, meneer Van den Berg. Goedemorgen.
De bouwdeskundige, wat fijn dat u er bent. Nou, dit is het moment. De muur die wordt verplaatst. Nou, wat we gaan doen is dat we gaan in ieder geval bestrating even vastleggen. Fotograaf vastleggen, dat was je wens ook. Ja. We kijken of het dan echt goed recht staat. Zodat als er straks gesloopt is, dat we geen discussie meer krijgen over dat soort dingen. Nee. Ja. Ja? Laat het mooi uitzoeken. Ik vind prima. Donderdag is alles klaar en is afgelopen. En nu begint de ring. Ik ga naar binnen. Ja, u wilt er niet even bij zijn? Ik heb geen belang meer. Ja. Oké. Okay. Ik vind het gewoon jammer, weet je. Als wij gewoon normaal om 12 hadden kunnen gaan, had het nooit zo ver hoeven komen met dit programma. Dan hadden we het zo kunnen laten. Ja, jullie hebben dus een stap gezet en die stap snap ik gewoon niet. Jullie wilden toch geen overleg? We hebben zelfs een mediator is er ingeschakeld om tot een gesprek te komen. Na het programma, dat klopt. Maar voor het programma... Nadat jullie ons hebben uitgemaakt voor Snotneus en Only Me en ons voor de rechter gooien. Maar wat hebben jullie dan van ons gezegd? Niks. Nee? Weet je dat niet? Nee. Juridische zaken hebben wij veel gehad. We hebben nog geen enkele juridische zaak hier gehad. Dan kan ik wel hele andere verhalen over jou vertellen die ik gehoord heb. Maar dat wil ik niet. Ik hou me liever stil. Maar wat ze dus eigenlijk zeggen is van nou, wij wilden best wel overleggen. Dat is gewoon niet gebeurd. Ik ben er bij jullie geweest met tekening toen. Ja, je bent helemaal niet bij ons geweest met een tekening. Ik kreeg elke keer heel zielig dat je bent geweest met jouw dochtertje. Jouw dochtertje is altijd nog welkom. Ze was voor die tijd welkom. Gisteren vragen de kinderen nog een keer aan mij, waarom maken jullie ruzie? Ik zeg, ach kind, dat is al lang geweest. We hebben nooit geen ruzie met jullie gehad. Dat zeg ik dan tegen die kinderen. Ja, en dan kom jij met een verhaal. Erik kan de moeite nog niet eens nemen om naar de kinderen te zwaaien. Dat is helemaal niet waar. Dat is wel wanneer was Van der Beek in de tuin bezig. En toen heeft hij voor het eerst hallo gezegd. Voor een paar weken geleden stond hij met zijn auto in het dorp geparkeerd. En de kinderen waren overenthousiast aan het zwaaien. En hij draait ze gewoon de rug toe. Nou, dat doet Erik niet. Met kinderen doet hij dat absoluut niet. Ik wil niet zeggen met Gerben. Maar met kinderen doet hij dat niet. Dat is niet waar. Dat weet ik pertinent zeker. Dit vinden wij natuurlijk doodzonde. Ja, maar jullie vinden zonde. Het niet doodzonde dat wij onze zwemvijver maar dicht moesten gooien en daar een jullie schuur. Hoeven ja, helemaal geen zin, maar met ideeën kan je wel. Ja, dat heb ik ook. Ja. En dat had alsnog gekund. Wat denk je nou dan dat ik weet in ieder geval euro's dichtgooi en daar een schuur neerzet? Nu zeg je dus wel dat je dat hebt gezegd, dat daar de schuur moest bouwen. Dus dan geef je ook toe dat je wel hebben overlegd. Nee, ja, wij hebben gezegd, je mag nooit iets tegen. Nee, dan hoef je niet weer. Kijk, jij hebt altijd zo'n smile op je gezicht. Ja, daar word ik zo misselijk ik van. Ik ben niet harddragend. En daar wordt Erik... Je bent niet harddragend. Nee, totaal niet. Nee, je bent het tegenovergestelde. Ja. Laten we daar even over hebben. Nee. Jij bent zelfs zo gemeen geweest. Je hebt zelfs onze aannemer opgebeld. En die heb jij gevraagd, wanneer heb jij die schuur gebouwd? Want achter in je hoofd dacht jij nog... Laat ze die schuur dan ook maar afbreken. Nee, dat heb jij gewild. Nee. Waarom heb jij dan tekeningen gevraagd van ons huis? Het zit echt wat jou het geen zit donder heel hoog, aangaat. Nee, ja, maar dit is gewoon ontzettend. Waarom heb jij tekeningen aangevraagd van ons huis? Als jullie mij voor een rechtszaak gooien, en het is mijn werk, dan zoek ik alles tot de puntjes uit hoe het zit. Oh ja? En ik ga niet zomaar met het blote gat ga ik de rechtszaak in. Dat doe ik niet. Nee. Dus ik zoek alles uit voordat ik ergens een krabbel neerzet. En waar ging jou dat om, die tekening van ons huis? Omdat wij 700 kuub mochten bouwen en hun hiernaast maar 500 kuub. Mevrouw Leuven, ik zie dat u enorm opwint. Hè. Dat is ook de reden waarom uw man volgens mij is weggegaan. Ja, en want u zei vanmorgen nog tegen mij van, er is niks aan de hand. Kunt u mij nou nu nog eens uitleggen van waarom wint u zich nu nog zo op? Ik kan niet tegen gemene dingen. Ik kan niet tegen oneerlijke dingen. Nee, het ging hem erom, wij hadden te veel gebouwd. En dat zag je graag dat wij dat moesten afbreken. Dat had je graag gehad. Maar dat zag je u graag. Denkt echt dat de buren gewoon zo over jullie denken dat ze eigenlijk het liefst... Dat weet ik wel zeker. Ik ken zijn manier van werken inmiddels. Het is niet anders, het wordt zo gedaan en zo wordt gerealiseerd. Ja, je kunt er niks aan doen. Ik zal het zo netjes doen, maar wel graag zo. Maar anders krijg ik daar weer commentaar op dat het netjes af is gewerkt. Dat deze muur ook zo lelijk is, dat komt gewoon omdat we die niet hebben kunnen reinigen verleden jaar. Dit is wat u bedoelde, van ja, dan kan ik er niet daarom meer bij. Hebben wij ons huis laten reinigen. Ja. Het is allemaal zo makkelijk, maar als je nou moeilijk doet en je gaat je plaat tegen die muur aan zetten. Want voortdurend zijn moeder wacht toch hem dat die muur eraf is. Hij wist toch dat dit ging gebeuren. Maar ik moet die plaat daar ding aan zetten. Jij zet die plaat er maar ding aan. En als die kapot is, betaal ik een nieuwe plaat, jongen.
dwarsdrijver. Bah! Dat s'nachts om 1 uur s'nachts nog hout zitten hakken, wil je dan wel zo vriendelijk zijn en minder lawaai maken? Dat je niet de mensen steert uit de slaap. Nee, ik dacht om 11 uur. Even. Ja, gelukkig. Godverdikkemie, nou zit je weer te liegen. Het was kwart voor 1. Ja, liepen ze met een aanhanger, maar ze waren niet aan het hout hakken. Nee, aan het gooien. Dat je elke keer er wakker van wordt. God, wat kun jij liegen? Dat is toch niet meer normaal? Jongen. Nou, jongens, ik stel voor dat we gewoon gaan beginnen. Dus dit is het. Ja. En dit moet ook terug. Ja, het is de poort wat een eigen aannemer destijds heeft gebouwd. En als ik dit weg moet halen, dan moet ik hem ook vanuit de muur omhoog trekken. Ben ik verplicht, ja, er zit er eigenlijk bijna niks anders op dat ik de hele riet moet weghalen van er bovenaan. Ja. Dus dan kijken ze soms hier tegen het dakleer aan, wat niet echt heel fraai is. Maar ze kunnen nog zeggen van ik wil het zo houden, nu is het netjes en mooi. Oké, maar meneer Leuverink, u heeft nu nog... Nee, dat doen we niet. Het gaat eraf. Ja? Alles gaat eraf. Maar eraf moet eraf. Ja, okay. Ja, ik heb natuurlijk wel lekstrepen over de witte muur natuurlijk. Lekstrepen? Ja, dan word je dat maar verhelpen. Die wikt er niet op hem. Ja, dan zit je met een dakgoot. Ja, het is hier toch mijn muur? Jij moet gewoon een dak gooien. Is dit jouw muur? Sinds wanneer is dit jouw muur? Dat is de onze muur. Nee, maar hoe moet je het anders maken? Ik kan een bom. Ja, dan breekt dat hele ding af van mij. Die is jouw zorg, is mijn zorg niet. Jij maakt nog ook geen zorgen. Hoe ik dat daar maak. Ik maak het op mijn eigen grond. Ik zorg dat het in pannen grond. Ja, dat is goed. Jij maakt het op je eigen grond. En jullie kijken tegen het hoge stuk. Maar de boven is bitumen. Ik zal met een twanflat neerzetten. Of maak je dat net zoals je dat daartussen hebt gemaakt? Dat is ook netjes daartussen. Wat we straks nog even kunnen gaan kijken. Maak je dat precies zo? Dan wordt het wel keurig netjes. Kijk, de afwerking van dit. Dat kan ik niet bepaald netjes vinden. Nee. We hadden dus alleen, dit is van ons. Dit. Ja. Maar wat daarboven zit, dat is allemaal afgewerkt. Want hoe had u het liefst gezien? Nou, dat werk je toch niet zo af? Het lijkt wel een afdakswoning. Misschien maar net klaar, zeg. Maar dan moet nog een zetwerk iets besteld. Maar net klaar? Want hoe lang staat het er al? Nou, dat weten we beter dan ik. Het zal er nu een half jaar staan, maar goed. Dat lieg je. Dat is verleden jaar. Nee. Verleden jaar. Verleden jaar hebben wij ons huis laten reinigen. Verleden jaar heb jij dat hele spul ervoor gezet. Nee. Smoesjes. Maar goed, we komen eruit. Ik stel voor dat we naar het geblindeerde raam gaan kijken. Ja, want dat is ook goed. Nog een punt in de uitspraak. Ja. Dat ook echt geblindeerd is. Helemaal dat geblindeerd. Geblindeerd. Ik kom het stokje naar zo. Ja, dit is inderdaad geblindeerd. Het is wel behoorlijk tijdelijk, zo ziet het eruit. Ja, klopt. He? Maar omdat het raam dus verplaatst wordt... Ik kan nog wel zo'n klein beetje zo... kun je nog gluren? Ik kan het nog zien hoor, de zwemvijver. Oeh, ze zijn al bezig beneden. Nee, ik vind het niet normaal. Dat het, dus, het is net... in de oorlog, zegt Erik Hout, toen moest ook alles voor de Duitsers geblindeerd worden. En nu moeten wij ook blinderen. Toekomst, jullie blijven hier wel met plezier wonen nog? Wonen. Ja hoor, we trouwen en we hebben een leuke buurt en wij wonen hier wel gelukkig. Oké. Ja. Nou, dan wens ik jullie succes de komende dagen, want ik denk dat het wel een dag of 4 nog duurt voordat dit klaar is. De dakgoot is er al. Zo, ik krijg het wel echt een beetje pijn van in mijn buik. Hè? Ja. Dit is gewoon, mag ik eens vragen, wat kost dit nou? Een heleboel geld. Ja, ik weet het niet. Maar ja, het is maar een huis, hè. Ik wens jullie wel nog een hele fijne tijd hier. Dankjewel. Los van elkaar, dat dan wel, maar dat jullie met die nieuwe muur en alles, dat jullie er echt veel plezier van hebben. Kom allemaal goed. Dat hopen we. Oké. Okay. Oké, fijne dag heren. Zet hem op, hè. Jongens. De komende dagen. Dag. Doei. En nu ben ik op weg naar Krommenie.
Want daar woont een mevrouw van de Meij en die zit behoorlijk in de stress. Want zij heeft het gevoel dat haar buren, Jaap en Anna, 30 centimeter van haar tuin willen inpikken. Maar de buren op hun beurt hebben het helemaal gehad met mevrouw van de Meij. Want ze vinden dat zij zich overal mee bemoeit. En ze hangt plantjes op aan de schutting waar ze geen cent aan heeft meebetaald. Nou, ruzie met de buren over de erfgrens. Inderdaad. Ze wilden 30 centimeter van mijn tuin hebben, dat ik alle struiken eruit moet halen. Maar dit staat al bijna 25 jaar zo, dus is het verjaard. Zo, nou, dit is dus de schutting. En die staat op onze grond. En dat kan je ook heel goed zien hier, want dit is het midden. Dit is het midden van de steeg. Dit is de erfgrens. Die is eraf gegooid. Die is eraf gegooid. En die is eraf gegooid. Toen had ze er allerlei spulletjes aan gehangen. En ja, toen werd ik ook een beetje. Toen werd ik wel een beetje kwaad. En toen ging ik met mijn kop over de schutting. Ik wilde bijna schuttingtaal gebruiken. Heb ik niet gedaan. En heb ik gevraagd. Ik zeg, ik wil het eraf hebben. Wil je dat plantje even aanpakken? En toen draaide ze zich om. En toen heb ik hem laten vallen. De buren kunnen elkaar niet meer luchten of zien. De politie wordt er zelfs bij gehaald. Ik zal misschien tegen haar gezegd hebben, lelijk oud wijf of weet ik wat. Ik weet het niet. Ik zat daar. Te roken. Ik denk niet trillen, niet omkijken. Hoorapparaat uitgezet. Stond ze te schreeuwen. 7 keer van zal ik op je vieze vunzige kop gooien. Nou, hij heeft zulke vieze woorden waar ik nog nooit van gehoord heb. Het is een heel vervelende vrouw. Onaangenaam. Ze probeert ook overal de dienst uit te maken. Nou, ik heb wel kapot gemaakt hoor. Dat. Ik hoop je daarvoor. En ze haalt iets in je naar boven wat niet lekker is. Want ze zei ook nog van de, oh, maak je niet zo druk, denk aan je hart. Ja, omdat ze hartpatiënt is. Als jij je zo druk maakt dat ik daar wat ophang. Ja, nou ja, goed. Het is een onaangename dame. Laten we het zo houden. Mevrouw van de Meij heeft haar computerleraar meegenomen naar Slot Zeist. En daar vertelt Jaap ook waarom het zo moeilijk is voor hen om met Ank te communiceren. Welkom in de studio. Ja, even voor de duidelijkheid. Pierre, de vriend van u, is meegekomen. Nou, dat is mijn computerleraar. U dacht dat is handig bij de rijdende rechter? Mijn steun en toeverlaat. Steun en toeverlaat. Nou, heel goed dat u heeft meegenomen. Welkom. Ja, ik hoor het u zeggen en ik zie het ook gebeuren. Ze haalt het bloed onder onze nagels vandaan. Dit gaat natuurlijk al lang niet meer over die schutting. Nee. Het ligt allemaal veel dieper. Ja. Meneer de Vries. Nou, ze is zo irritant. Maar als ik mevrouw zie, dan denk ik ja. Ja, het is een schatje. Nou, hoe kan deze vrouw irritant zijn, zegt nou, u? Nou, dan moet je er maar eens meemaken. Ja, ja. Wat maakt ze in u los? Zij ziet alles vanuit zichzelf. En ze luistert naar niemand. Alleen haar wil is wet. Het loopt echt helemaal uit de hand in Krommenie. Dus het wordt hoog tijd dat meester John Reed een bezoekje brengt. Het wordt steeds zwaarder met die uit. Dit is 20 centimeter. Ik ga even helemaal achter in de tuin. Dank u wel. En dat is 12 centimeter. We zetten de schutting zoals die stond. En dat hebben we ook gedaan. Ja, dus nou, is... Maar mag ik even? Ja, ga je gang. Toen heb ik gezegd, dan blijf je er verder vanaf. Ik wil niet hebben dat je de spullen aanhangt. Wat verbaast me... Wie schetst uw verbazing? En werd mij niet gevraagd of ik mee wilde betalen. Je hebt een brief gestuurd dat gratis is. En die zit in het dossier. Natuurlijk heb ik die brief. Ja, die brief die kan ik je zo laten zien. Ja, die brief heb ik ook gezien. Dus die brief die is natuurlijk. Maar daarvoor heb ik jou toch eerst gevraagd dat we een nieuwe schutting moesten hebben. Dat is me medegedeeld. Is me niet gevraagd. Er is geen overleg geweest over de schutting. Nou, wat is dat dan voor een zwam? Een zwamneus is het. Een oervervelende zwamneus. In de uitspraak krijgt mevrouw van der Meij helemaal gelijk. Dus ik dacht, ik neem even wat plantjes mee.
voor in de tuin en eventueel, als ze dat wil, voor aan de schutting. Zo. Kijk eens eventjes. Voorzichtig oversteken. Goedendag, mevrouw van der Meij. Kijk eens wat ik voor u heb meegenomen. Oh, maar dat hoeft het niet om. Hoeft u het niet? Nee. Geen plantjes? Nou, helemaal niet van die. U houdt er niet nee. van? Nou, gaat neem u... Neem mee terug. Dat meent u niet? Ja. Neem maar weer mee terug. En waarom zegt u dat? Want dat klinkt een beetje onaardig. Waarom? Ik ben oud. Ja, ik weet het. Ik heb u ontmoet, hè? Klopt. Ja, maar bent u boos? Nou, nee, niet echt boos. Mag ik even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Ja? Maar die plantjes, die hoef ik niet, hoor. U hoeft de plantjes niet. Kan jij die plantjes hebben? Okay. Zet ze maar op straat. Oké. Okay. Nou, goed. Ik hoor net dat ik hele mooie plantjes heb gekregen. Zo. Dag, Pierre. Nou, dan ga ik hier even zitten. Hoe gaat het met u? Dat gaat allemaal. Ja? Ja. Kanker, afwachten. Ach, jeetje. Ja. Och. Maar ja. Onkruid vergaat niet op. Nee hoor, we hebben alle hoop en ik ben bij een goed ziekenhuis, dat scheelt. Ik wil graag even buiten kijken naar de schutting, want ik zie dat er heel veel veranderd is. Kijk eens even, daar hangen ze weer. Ja. Wat me ook gelijk opvalt is dat het behoorlijk open is. Je kan eigenlijk elkaar nu nog veel beter zien. Ja. Dat lijkt me in jullie geval niet echt handig. Ik ga ervan uit dat zij ook niet ook een halve meter van het hekje af moeten. Dus dan moet hij er ook uit. Maar goed, dit is wat het is dus, de situatie. Ja. Nou, 15 jaar hè, bent u nu al buren. Ja. Wanneer is het fout gegaan? Het was zomer en we zaten allemaal achter. En toen had ik de hele ochtend mevrouw niet gezien. En dat vond ik vreemd, want de achterdeur stond open. En toen heb ik gezegd, ik maak mij een beetje ongerust. Ik zie Ank helemaal niet. En de deur staat open. Ik ben bang dat er iets gebeurd is. En toen ben ik bij mevrouw naar binnen gegaan. En toen was mevrouw boven. En ze werd natuurlijk wakker. En ik zeg, Ank, neem me niet kwaad. Maar ik dacht dat er iets niet goed met je was. Nou, goed. Helemaal verbolgen. De volgende dag gaat mevrouw achter, waar ik over het hekje gestapt was, heeft ze afgesloten met een hekwerk. Met andere woorden, van, daar ben ik niet van gedien. Nou, toen heb ik tegen haar gezegd, nou, je kan nou... 3 weken dood liggen, maar je zal mij niet... Ik kom niet meer. Als u dan weer terugdenkt aan het moment waarop Anna zei... van nou, waarop het eigenlijk begon, was dat zij u... Hè, dat ze bezorgd was om u en dat ze bij u naar binnen kwam... en dat u toen zoiets had van wegwezen en... Nee, het is niet wegwezen. Ik heb overal dicht, want ik wil niet dat er mensen op mijn erf komen. Maar had u dat gehoord, dat het voor haar, was dat echt een belediging? Nee, maar dat was mijn bedoeling niet. Het is net dat ze ook tekeer gingen, dat ik had gezegd... dat ze tekeer ging bij de schutting van... Ja, ik denk om je hart. Dat was niet kwaad. Is dat een beetje zoals u net ook tegen mij deed van die bloemen? Van dat u dat niet zo bedoelt? Nee, maar dat u... nee precies. Nou ja, maar dat is wel goed om even ter verduidelijking. Van, u bent eerlijk. Ja. En recht voor zijn raap. Recht voor zijn raap, inderdaad. Maar dat kan inderdaad wel eens verkeerd vallen. Ja. Maar dat was niet uw bedoeling ook niet. Maar hoe gaan we de zomer tegemoet? Geen idee. Nou ja, die schutting, het is allemaal open. Hoe gaan jullie hier zitten als jullie elkaar... Ik ga er even goed zitten. Maar dan kunt u elkaar met rust laten. Ja, waarom niet? Hij probeert me toch steeds weg te kijken, dus... Maar dat gaat niet lukken, toch? Nee, tuurlijk niet. Nee. Maar het is wel een vervelend gevoel, lijkt me. Het is walgelijk. Je hoort er al duren goed met elkaar om te gaan. Ja. En een maand voordat dit ging spelen, de rechter, komt hij de behangtafel nog bij me lenen. Dat is naar ons brutaal wat dat betreft dan. Ja. U heeft gezegd dat u bang bent voor uw buren. Nou ja, bang. Als jij tot je midden boven die schutting uitstaat en de schreeuwen in te doen. En dan 7 keer zegt dat je een plant op je kop zou krijgen, op je vieze hufterige kop. Dan, is dat soort taalgebruik? Nou, nog veel ergere schuttingwoorden die ik niet ken. Heeft u staan schreeuwen tegen de buurvrouw? Nee, ze zuigt alles uit de duim. Maar dat doet ze altijd. Helemaal uit het niets komt dit? Ja, dit niet komt gebeurd. Helemaal uit het niets. Ik denk toch niet dat ik dat verzin, hè? Dat wordt gezegd? Nou, je verzint van alles. Kan ze veel zeggen. Hier valt niet mee te praten met dat varken. Zijn u nou met dat varken? Ja. Waarom zegt ze dat? Ja, zomaar. Houd u even in, meneer. Met je bewoordingen, met het varken. Je kijkt niet in de spiegel, hoor. Met jou heb ik helemaal niks te maken, met je snorfiets. Stel nou dat u hier in de zomer zit, het is mooi weer. En Jaap die komt weer met zijn hoofd boven de schutting. En die zegt weer wat. Hoe gaat u daar dan mee om? Nou, dan reageer ik niet op of ik ga naar binnen. Want dat vindt u wel eng, toch, als hij dat doet? Nee, ik pik het gewoon niet. Nee. En ik reageer niet, dan heeft hij... Dan geniet hij. Kom, dan gaan we naar binnen. Want het is ook best wel fris ondertussen, hè?
Maar u heeft het wel heel mooi voor elkaar weer, hoor. Nou, maar ga stijgen het kattenpoep, hè. Ja. Dan ga ik er vandoor en dan neem ik ze mee. Ja. Hè? Ik weet wel een leuk plekje. Ja, nou zeker veel plezier ermee.